Ik ben hier niet gekomen om in mijn verleden te gaan zitten graven. Ik heb een klein probleem en ik wil graag een snelle oplossing. Oké, maar u moet wel weten dat mijn therapie niet een quick fix is. Het is een proces. Uiteindelijk treedt er verandering op, maar dat heeft meestal wel tijd nodig. Je graag. Ik heb genoeg mensen die u zeggen en die ja knikken. Goed. Je begrijpt dat ik weinig tijd heb? Zelfs hier zitten en een beetje over mijn gevoelens praten, dat kost me geld. Hè? Het kost mijn bedrijf geld. Het kost mijn aandeelhouders geld, mijn werknemers geld. Dus doe vooral geen moeite om mij een goed gevoel te geven. Dag heren, tot ziens. Ja, zullen we er verder gaan? Sorry hoor, maar dat moest even. Nou, biecht eens op. We hebben geprobeerd Jan te laten ontsnappen naar Engeland. In een vliegtuig. Zo, grote mensen werken. Ja, het is mislukt. Totaal. Jammer, heel jammer. Jan is gepakt. Als hij doorslaat, ga ik voor de bijl. Zo gaat het met amateurs. Godverdomme, doe niet zo lullig. Jij zit hier lekker te eten en ik kan geen kant uit. En dan kom je dus naar mij toe? Guus, ik zoek een onderduikadres. Vangen. Sleutel. Van mijn voordeur. Je kan blijven zolang je wil. Ben jij gelukkig? Ach, wat heet gelukkig? Zie je wel. Jij bent ook niet gelukkig. Ik dacht het er net al. Hij is vast niet gelukkig, dacht ik. Valt wel mee. Er zit vast meer achter. Maar dat wil je me natuurlijk niet vertellen. Er zit niets achter. Zie je wel. Je wil het me niet vertellen. The end of the past. And the beginning of the beginning. I've decided to ask Ada to marry me. I want a child. A grandchild for my mother. Do you think she'll say yes? Max, you know, we always promised we'd tell each other everything. Well, Ada and I are in love. Did you know if you draw a line connecting the three towns my father grew up in, you form a pure isosceles triangle? The exact center is Auschwitz. Isn't that odd? Max? And my father was executed on his birthday. Funny, isn't it? Since when? Well, since you went away on your trip. It just happened, really. We're living together. Well, isn't it the greatest courtesy amongst friends to offer them your wife? Do you like it? I cannot hear them, but I know they are making a hash of it. What do you think? Music is a dreadful thing. What is it? I don't understand it. What does it do? It exalts the soul. Utter nonsense. If you hear a marching band, is your soul exalted? No, you march. If you hear a waltz, you dance. If you hear a mass, you take communion. It is the power of music to carry one directly into the mental state of the composer. The listener has no choice.
It is like hypnotism. So now, what was in my mind when I wrote this? Het wordt een leerzaam middagje, John. Maar eerst krijg je een lesje marketing. Les 1. Zoek uit waar behoefte aan is en ga dat leveren. Kijk, mensen hebben behoefte aan een ijsje van ouderwetse kwaliteit. Zo'n groot ijsje met chocolade eroverheen. Je brengt de Magnum op de markt en je scoort. Kantoormensen hebben maar nu al veel last van een dipje. Dus je verzint kuppen soep. Overnight succes. Maar nu ga je iets maken waar niemand op zit te wachten. Een breedbeeldtelevisie bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, ja. Dus moet je die behoefte dan creëren. En hoe doe je dat? Je moet de emoties bespelen. En wat is de sterkste emotie? Angst? Angst verkoopt het beste. Kijk, mensen zijn in te delen en waar ze bang voor zijn, dus daar maak je gebruik van. Bang voor de dood? Koop BCL. Bang om je kinderen niet genoeg te geven? Koop Blue Band. Bang voor het milieu? Koop Brio. Bang om er niet bij te horen? Koop Letta. Creëer bange mensen en ze kopen alles wat je wilt. Zie je? Oh, jij ziet zoveel. Ga leven. Ga vrijen. Laat je neuken. Laat naar je kijken. Pak ze. Laat mij hier. Met je zure mama. Genade vanaf gekomen. Het is er weer gelukt. Luister de politie voor de familie. De vierde man. Ja, ze pakt als een spin. Een spin neukt ook met een mannetje en vreet hem dan op. Dood. Zo'n ongeluk is een hele shock. Praat u maar, dat ligt op. We hebben de tijd. Ze is een spindokter. Een heks. Ze stort mannen in het verderf. En mij heeft ze verleid met die foto van Herman. Over wie hebt u het, meneer Reven? Over Christine, dokter. Christine Halsslag. Christine Halsslag? Zelfs een ongevoelig plekje onder op de rug, zoals de heksen hadden in de middeleeuwen. Het had allemaal verband met elkaar. Praat ik me rustig van u af, hè? Over heksen. Ze heeft ze laten verongelukken, allemaal. Ladies and gentlemen, my friend Richard Kimball doesn't feel well, obviously. So, if you just go on with your dessert and coffee, Richard, do you mind to step aside and let's talk? Okay. So, I'll be back in just a second. You changed the samples, didn't you, huh? You switched the samples after Lentz died. You should let... Let's stay calm, people. After Lentz died, you were the only one who had the access. You switched the samples and the pathology reports. Did you kill Lentz too, huh? Can we get some security in here, please? We must hurry. Get him in the peak. Peak? What is peak? Scouring plug to clean out the pipeline. This one's been specially designed to carry a man. Pipeline? You mean our pipeline? Great Soviet achievement, piping natural gas into Western Europe. But not me. Don't worry, Yorgi, it's a piece of cake. Never mind cake. If you open valve before 100, he will be boshed. Figs, boshed, cake? There must be another way. Get in. Well, put on the mask. And breathe normally. Oh. Now talk. Oh. Relax, Yorgi. Our engineers have spent months perfecting this. How many times have you done this before? You're the first.